Vreemdelingen in eigen land, Afrikaners en Nederlanders als Gods volk Israël. Luisteraars, sinds de overname door de communisten in Zuid-Afrika heeft het Afrikaner volk opgehouden een zelfstandige natie te zijn die zichzelf regeert. Hun land is hun ontnomen en leven nu als vreemdelingen in hun eigen land. Wij kunnen de parallel doortrekken naar ons eigen land, Nederland, die op gelijke wijze, maar dan zonder overname van vreemden, door de socialisten zijn overgenomen. In communisme en socialisme is geen verschil. Alleen zullen zij hier geleidelijk hun politiek doorvoeren, want het christendom moet worden uitgeroeid. God moet ons land verlaten. Hij is nu reeds een banneling geworden. In een tijd zoals nu wil ik met u spreken over een zeer actuele zaak. Om vreemdeling te zijn in eigen land. Onze schriftlezing is Hebreeën 11, vers 1 tot 19. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Want door dit geloof is aan de ouden een getuigenis gegeven. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Door het geloof heeft Abel goden een beter offer gebracht dan Kaïn. Hierdoor werd van hem getuigd dat hij rechtvaardig was, daar God getuigenis gaf aan zijn gave. En hierdoor spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof is Henoch weggenomen, zodat hij de dood niet zag. En hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd dat hij goden welgevallig was geweest. Maar zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Door het geloof heeft Noach, nadat hij een godspraak ontvangen had over iets dat nog niet gezien werd, eerbiedig de ark toebereid tot redding van zijn huisgezin. En door dat geloof heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden der gerechtigheid die aan het geloof beantwoordt. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij vertrok zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof heeft hij vertoefd in het land der beloften als in een vreemd land, waar hij in tenten woonde met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad met fundamenten waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. Door het geloof heeft ook Sara kracht ontvangen om moeder te worden. En dat ondanks haar hoge leeftijd, daar zij hem die het beloofd had betrouwbaar achtte. Daarom zijn er dan ook uit één man en wel een verstorvenen voortgekomen als de sterren des hemels in menigte en gelijk het zand der oever der zee dat ontelbaar is. In dat geloof zijn alle gestorven zonder de belofte verkregen te hebben. Slechts uit de verte hebben zij dit gezien en begroet, en ze hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. Want wie zulke dingen zeggen, geven te kennen dat zij een vaderland zoeken. En als zij gedachten geweest waren aan het vaderland dat zij verlaten hadden, zouden zij gelegenheid gehad hebben terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich voor hen niet hun God te heten, want hij had hun stad bereid. Door het geloof heeft Abraham, toen hij verzocht werd, Isaac ten offer gebracht. En hij, die de belofte aanvaard had, wilde zijn enige zoon offeren. Hij, tot wie gezegd was, door Isaac zal men van nageslacht van u spreken. Hij heeft overwogen dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. En daaruit heeft hij hem ook bij wijze van spreken teruggeroepen. Luisteraars,
Ik ben er zeker van. Zo gebeurt het altijd. Als een mens in de geest Gods woord leest, dan zal de Heere zijn woord aan zijn hart openen. Vers 13 en 14 van Hebreeën 11 wil ik nog een keer herhalen. In dat geloof zijn deze alle gestorven zonder de belofte verkregen te hebben. Slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet, en ze hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. Want wie zulke dingen zeggen, geven te kennen dat zij een vaderland zoeken. Het volgende vers wat ik ook voor u wil lezen is Lucas 19 vers 12. Hij zeide dan, Jezus, een man van hoge geboorte trok naar een ver land om voor zich de koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. Openbaringen 11 vers 15. En de zevende engel blies de bazuin. En luide stemmen klonken in de hemel zeggen, het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn gezalfde, dat wil zeggen Israël. En hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. Wie ook denkt het beheer te hebben over Zuid-Afrika of Nederland, één ding is zeker. Alle koninkrijken zijn het eigendom van onze Here geworden. Dat staat vast. Vreemdelingen in eigen land, wat wil dat zeggen? Wij leven in een geschiedkundige tijd. Met pijn in ons hart kunnen we nu zeggen dat de heidenen de macht in Zuid-Afrika hebben overgenomen. Zo ook in ons eigen land. Na 300 jaar is Zuid-Afrika geworden voor wat het nu is. Er wordt uitvoerig gesproken wat de blanken allemaal verkeerd hebben gedaan onder de apartheidsregeringen. Maar nergens hoor je wat zij goed gedaan hebben. Hoe zij voor vele jaren de zwarte bevolking op een hoger plan hebben gebracht. En dit door veel offers. Zoals scholen hebben zij gebouwd, ziekenhuizen, universiteiten enzovoorts. Die ze dan ook later weer zelf hebben afgebrand en vernield. Een paar miljoen blanken, 2-3 miljoen blanken, hebben de zorg op zich genomen voor meer dan 18 miljoen zwarten. Dit is de realiteit. Ikzelf ben regelmatig in Zuid-Afrika geweest. En als ik kijk naar de bevolking, zie ik geen uitgehongerde zwarten zoals in andere Afrikaanse landen het geval wel is. Integendeel, de gezichten glimmen van gezondheid. Er zijn velen die zelfs bedrijven hebben en ook grote bedrijven. Je ziet ze niet in vodden lopen. Velen zijn geleerd en hebben een titel. Zij hebben de gelegenheid gehad om uit te groeien tot een grote meerderheid. Nu zij de macht hebben, komt de vraag in ons op: hoe zal het zijn over 5 jaar? In Amerika is de negerbevolking 12%. En deze 12% dragen 1% bij tot de Amerikaanse economie. Hun zwarte gevangenissen bevolking bestaat uit 85%. En dit nog wel in een vrij land als Amerika. Ook in Zuid-Afrika is het misdaadcijfer schrikbarend hoog. En van deze zwarte wordt verondersteld dat zij Zuid-Afrika gaan regeren of zullen regeren. Als we nu naar Zuid-Afrika kijken, dan moeten we zeggen dat het goed is dat de omwenteling heeft plaatsgevonden. Want zij volgen net als de Nederlanders de wegen van de heidenen. We lopen gezamenlijk al een hele tijd achter heidenen aan. Dat wil zeggen heidenen, de niet-Israël-volken, want alles buiten Israël zijn heidenvolken. Wij hebben al in grote mate een vreemde cultuur die wij bezig zijn om te volgen. Alleen wij weten het niet. Onze gewoonten zijn ver weggedwaald. Niet alleen die van onze vaderen, maar vooral die van God. Onze God wel te verstaan, de God van Israël. Onze godsdienst is veranderd. We hebben een volksgodsdienst gekregen, een verwaterd godsdienst.
In onze kerken wordt een andere Jezus verkondigd dan de Jezus van de Bijbel. En wij gaan daarin mee. Ergens moest onze hemelse Vader ingrijpen. Ergens ons tot stilstand brengen, hoe wreed dit ook mag lijken. En dit gaan we nu zeker ondervinden. Dit zal ons terugbrengen naar onze hemelse roeping. Vandaag betreden de heidenen de heiligdommen van God. Maar dit zal onze volken tot ontwaking brengen. Het is nog altijd zo geweest dat verdrukking het beste in ons naar boven zal brengen en heeft gebracht. Israël is geroepen en geschapen om een apart volk te zijn. Maar wat hebben wij gedaan? Maar onze neiging is altijd geweest om de heiden achterna te lopen. Ik zal u een paar voorbeelden geven. De raad van Biljam aan Balak, wat we kunnen vinden in nummer 22 tot 25. Toen de Heere Biljam niet heeft toegestaan om Israël te vervloeken. Toen geeft Balian de raad, nodig de Israëlieten uit op jullie feesten. En dat hebben ze gedaan. En wat was het gevolg? Israël en zij begonnen te hoereren met de dochters van Moab. Daar ontstond een bastaardgeslacht. Dit kun je verder volgen dwars door de geschiedenis van Israël. Hoe zij de heidenvolken hebben nagelopen. Wat uiteindelijk tot gevolg heeft dat zij een eigen koning willen, net als de heidenen. En dit bedroevende stuk vinden we dan ook in 1 Samuel 8, vers 4 tot en met 7. Daarom kwamen alle oudsten van Israël bijeen. Zij gingen naar Samuel in Rama en zeiden tot hem: Zie, gij zijt oud geworden en uw zonen wandelen niet in uw wegen. Stel nu een koning over ons aan om ons te richten, zoals bij alle andere volken. Toen zij zeiden: Geef ons een koning om ons te richten, mishaagde dat Samuel. En hij bad tot de Heere. En de Heere zeide tot Samuel: Luister naar het volk in alles wat zij tot u zeggen. Want niet u hebben zij verworpen, maar mij hebben zij verworpen, dat ik geen koning over hen zou zijn. Samuel voelt zich ellendig bij het verzoek van het volk. Hij was de laatste richter en hij was tevens de eerste profeet. Hier komt het volk en vragen voor een koning. Met andere woorden, Samuel, jouw leiding is niet goed genoeg. En Samuel voelt zich slecht. Maar in menselijke termen gezegd, God zegt tegen Samuel: De motie van wantrouwen is niet tegen jou, maar tegen mij. Ze willen mij niet als hun koning. Het is altijd zo geweest met Gods volk. Ze willen de waarheid gewoon niet weten. We kijken naar Deuteronomium 7. Sommige van deze schriften kennen we goed genoeg. Maar ik wil je weer op wijzen op onze roeping als volk. De roeping om afzonderlijk en apart te zijn in de wereld onder de volken met een apart doel. Wij bevinden ons nu in een kritieke tijd. God zal van ons vragen om vast te staan in geloof en in roeping waarmee Hij ons geroepen heeft. Zoals Abraham, Isaac en Jacob, die in hun tijd ook niet de beloften hebben gekregen. Maar zij hebben gezien de toekomst en hebben de belofte omhelst en God de eer gegeven dat het zal worden vervuld. En wij staan op het punt die belofte zien te vervullen. Mag God ons nu genade geven dat wij niet verslappen zoals Israël die door de Heere door de woestijn is geleid. Door de Rode Zee en hun verdere tocht tot in Palestina. En het heeft aan niets ontbroken. Voor vele jaren, u kent het verhaal. Dit alles was een geweldige demonstratie van genade. Uw geloof moest eigenlijk onwankelbaar zijn geworden door de vele wonderwerken die de Heere getoond heeft. Maar aangekomen aan de grens van Kanaan krijgen ze de bibbers. Want de bespieders vertellen hun: er zijn reuzen. En zij begonnen te mopperen en kwamen tot Mozes in opstand. Vergeten al de wonderwerken van God. Nu zien zij alleen de reuzen. Aan ons de waarschuwing. Niet te letten op de reuzen in onze dagen, maar te letten wat God heeft gedaan aan onze volken.
Hij heeft ons zo dikwijls uit de modder en uit het stof opgetild. Zou God dit niet opnieuw voor ons kunnen doen? God is met ons op weg naar het beloofde land. Nu de tekst uit Deuteronomium 7 vers 6. Want gij zijt een volk dat de Heere uw God heilig is. U heeft de Heere uw God uit alle volken op aarde uitverkoren om zijn eigen volk te zijn. Laten wij niet bang zijn om apart te durven zijn. Wij zijn Gods eigendomsvolk. In Exodus 19 vers 5 en 6 staat het ook zo duidelijk. Nu dan, indien gij aandachtig naar mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volkeren mij ten eigendom zijn. Want de ganse aarde behoort mij. En gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult. Luistert u aandachtig naar Gods woord. Een ieder of enig iets dat niet meer aan zijn doel beantwoord wordt weggegooid. Zoals een auto die niet meer aan zijn doel beantwoordt, doe je weg en je koopt een nieuwe. En met deze voorstelling die je kunt uitbreiden. Maar wij hebben een roeping als volk. Maar ons volk heeft de roeping van God weggegooid. En wat is het resultaat? De heidenen hebben over ons de overhand gekregen. Dit was ook dwars door de geschiedenis van Israël. Maar prijs God, hij laat nooit varen het werk van zijn handen. Zijn wij ontrouw, de Heere blijft getrouw. Wij hebben de roeping een koninkrijk van priesters zijn, een heilige natie. De heidenen hadden naar ons moeten opzien. Ze hadden ons moeten respecteren. Maar Israël heeft niet beseft van hun roeping. Heeft geen besef van hun roeping. Wij spreken nu dezelfde taal van de heidenen. Ja, wij aanbidden de manieren van de heidenen. We leven als heidenen. We zijn niet afzonderlijk meer. Het enigste verschil is onze blanke huid. We hebben alles door elkaar gegooid. Scholen en kerken, noemt u maar op. Niets is meer duidelijk christelijk. Abortus, euthanasie, occultisme, ontrouw, aids, homofilie en noemt hij al deze grote zonden maar op die ons volk bedrijven. Een gruwel voor de God van Israël. Plaats we ons apart hebben gehouden voor de andere volkeren en onze Heere hadden gediend die wij onze Vader mogen noemen in Jezus Christus, hebben we hem buiten onze landsgrenzen gezet. 50% van ons volk zegt niet meer in God te geloven. En die andere 50%, hoe zijn die? Gelukkig zijn er altijd nog 7000 die een knie voor Baal niet hebben gebogen. Maar wat is 7000 op een bevolking van 15 miljoen mensen? En zo ook in Zuid-Afrika. Een land wat vele jaren ten voorbeeld geweest is voor de westelijke wereld, omdat zij bekend stonden als een christelijke natie. Zij hebben hun goden ook omgeruild. Vandaar ook dat de heidenen de macht hebben kunnen overnemen, omdat God dat toestond. Maar prijs God, zijn roeping met Israël is onberouwelijk en hij zal het voltooien. Want hij wil ons dwingen op onze knieën, zodat we terugkeren zoals de jongste zoon. En zeggen, Vader, wij hebben gezondigd tegen u. Wij willen terugkeren en onze erfenis weer in bezit nemen. Wij hebben ons vermengd met andere volken. Een multiculturele samenleving wordt ons opgedrongen, ja, tot in onze strot ingedouwd. Zodat wij ons moeten vermengen met andere volken. En zo zullen wij op het laatst onze blanke huid verliezen. En ons ras van Israël is uitgerangeerd. Dat is de doelstelling van de boze. Maar gelukkig, God geeft in zijn woord duidelijke waarschuwingen. Paulus zegt in 2 Korinthe 6 vers 14. Dat wat onze doelstelling moet zijn. Vormt geen ongelijk span met ongelovigen. Want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid? Of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?
Maar ondertussen worden wij gedwongen om met de heidenen samen te leven. Ik heb het al gezegd, dat wordt ons afgedwongen. Zij leven niet naar de goddelijke maatstaven zoals in het oude Israël, waar de vreemdeling zich onderwierp aan de wetten van Israël. Nee, de vreemdeling krijgt hier zijn eigen tempel, zodat ze hun eigen goden kunnen dienen. Hun goden hebben recht gekregen in ons land. Maar God heeft ons gelukkig onze roeping niet ontnomen. Wij moeten terug naar Gods woord, want daarin ligt onze redding. Het woord zal onze ziel en gemoed veranderen. Wij zijn een koninkrijk van priesters. Maar dit zal je niet op televisie zien, of in onze kerken horen, of lezen in onze kranten. Het wordt niet geleerd op onze scholen. En toch wordt onze mening gevormd elke dag door alles wat we horen en wat we zien. En als wij er geen ernstig werk van maken om onze Bijbel te lezen met de bedoeling om deze te begrijpen, dan zullen wij meegetrokken worden in de stroom. En dan gaat onze functie en doel die wij hebben, die zullen wij niet meer verstaan. De dag breekt spoedig dat Israëls koning komt en dat wij met hem, dat wij voor hem, met schaamrood op onze kaken voor de Heere moeten verschijnen. Omdat wij nu reeds niet meer aan ons doel beantwoorden, dan worden we aan een kant weggeschoven. En dat is zeker niet aan zijn rechterhand. En Johannes vers 2 zeg in vers 15 tot 17 het volgende. Heb de wereld niet lief, en hetgeen in de wereld is, indien iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte des vleeses, de begeerte der ogen en een hoofdvaardig leven, is niet uit de vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij in haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. De overname van Mandela in Zuid-Afrika door de nieuwe wereldorde gaat voorbij. Maar de rechtvaardig bestuur van de bouwmeester van het heelal zal nooit voorbij gaan. Helaas, wij zijn een groep individualisten. Wij willen alles zelf bepalen, zoals het oude Israël. Maar wij moeten weer leren luisteren naar God en onze koning. Ons gemoed moet worden geheiligd door het woord. Wij hebben niet door dat de wereldheersers ons willen uitschakelen en moedigen ons aan in onze verdeeldheid. Onze kerken bezitten niet meer het gezag, macht om Gods onfeilbaar woord met kracht uit te dragen. We bezitten nu een surrogaat christendom. Uiterlijk lijkt het nog wat, maar innerlijk zijn we verscheurd door verdeeldheid. We verscheuren elkaar op leven en dood, tot plezier van de goddelozen. Daarom worden wij door vreemdelingen overspoeld. Want wij moeten als uitverkoren volk verdwijnen. Daarom zijn we nu vreemdelingen en bijwoners in ons eigen land. God legt ons een juk op. Nou, bijbels gezien is het goed dat dit gebeurt, want we worden gereed gemaakt voor de koninkrijk dat staat geboren te worden. Want in de verdrukking zal het ons tot bekering moeten brengen. De Bijbel vertelt ons dat de heidenen tot volle wasdom moeten komen. En niet alleen in Zuid-Afrika en Nederland, maar overal waar de Israëlvolkeren verblijven. Zij moeten tot ontwaking komen. Jaren terug heeft een Indiër gezegd, pas op, als wij de baas worden. In West-Europa springen de moskeeën als paddenstoelen uit de grond. In Amerika zijn al grote delen van hun land in het bezit van Japanse geldmachten. In Engeland hetzelfde. Het gaat als een golf over de wereld, bestuurd door Satan en zijn trawanten. Met maar één doel, Gods koninkrijk te stoppen, die geboren staat te worden. Satan pleegt met ons eigen volk abortus op ons als Israëlvolk. Maar het zal hem niet gelukken. Denk maar aan het beeld van Nebukadnezar in Daniël 2, vers 44 en 45. Maar in die dagen,
van die koning zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal ten ondergaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan. En zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een eind maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid. Juist zoals gij gezien hebt, dat zonder toedoen van mensenhanden een steen van de berg losraakte en het ijzer, het koper, het leem, het zilver en het goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat naar deze zal geschieden. De droom is waarachtig en zijn uitlegging is betrouwbaar. Deze steen is klein in vergelijking met de berg waarvan hij is losgemaakt. Maar groot zal hij worden. De steen stelt het koninkrijk Israël voor die de aarde zal regeren onder de koning Jezus. Dit is onze roeping. Daarom kunnen we niet onbekeerd doorgaan. We moeten ons schamen en schuld belijden tegen onze hemelse koning voor onszelf en voor ons volk. Hoe zwaar dit ook klinkt, het is waar dat wij onze roeping niet waardig achten. Wij zijn de beklaardigwaardigste mensen op aarde. Kan God ons niet gebruiken? Zo kan God ons niet gebruiken. Daarom moeten wij alles wat nu gebeurt ondergaan. Om ons terug te brengen naar de plaats waar koning Jezus zal zitten op zijn troon. De troon van zijn vader David. En over Satan zal hij regeren over de aarde en het nieuwe Jeruzalem. De loutering zal onze redding zijn. Maar het woord zegt waarschuwend, wie vuil is zal vuiler worden, maar wie rein zal zijn zal nog reiner worden. Pas op dat wij niet onverschillig zijn. Houd vast aan de belofte van God. Laten we daarom acht geven op elkaar, zodat de kracht van God opnieuw in en door ons kan en zal werken. Zodat wij weer opnieuw worden Gods koninkrijk van priesters op aarde. Daarom is discipelschap van belang, zodat we met hem kunnen regeren. Markus 8 vers 34. En hij riep de scharen met zijn discipelen tot zich en zeide tot hem: indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar ieder die zijn leven verliezen zal om mijnentwil en om des evangelies wil, die zal het behouden. Hebben we zelf al de eisen van dit discipelschap op ons genomen? Of lopen we maar mee in de lijn van de heidenen? Hoe moet onze heilige wens zijn? Romeinen 4 vers 13. Want niet door de wet had Abraham of zijn nageslacht de belofte dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door gerechtigheid des geloofs. Ondanks dat de wereld ons aanziet als een kleine minderheid, zijn wij de erfgenamen van de wereld. Dat is onze positie, want er zal geen jot of titel voorbij gaan van Gods woord. Wij moeten daarom ons kruis opnemen om het evangelie van het koninkrijk te prediken. Wij moeten ons niet schamen om te vertellen over het herstel van de 12 stammen van Israël. Ook als de mensen ons niet willen geloven en ons kleineren om onze boodschap. Want God heeft ons uitverkoren, te beginnen bij Abraham, Isaac en Jacob. En wij zijn van hun nageslacht. En wij behoren tot een gedeelte van het volk, de verloren, verborgen schapen van het huis van Israël. Matthäus 10, de versen 5 tot 6. Wij komen uit een edel geslacht. En zij hebben geweten, onze voorvaderen, dat zij vreemdelingen en bijwoners waren. Noach was ook een vreemdeling. 120 jaar sprak hij over de verlossing. En hij werd uitgelachen en gehoond. Alleen hij en zijn gezin zijn gered. Zo ook met Abraham toen hij wegtrok uit zijn geboorteland. Hij was een rijk man. En kijk eens naar Zuid-Afrika. Toen de hugenoten daar landen, die eerst in Europa vervolgd zijn geweest om hun geloof. De Rome van Europa heeft God verscheept naar Zuid-Afrika om op die zuidpunt te landen, om daar het volk van God te vertegenwoordigen. En zij hebben het gedaan. Het land was woest en ledig toen zij daar landen. Maar zij hebben met Gods hulp het land gemaakt zoals het nu is. Prachtige steden en dorpen en wegen en noemt hij maar op. Aan u de vraag, hebben de zwarten dit gedaan? Nee, zij hebben alleen verwoesting aangebracht.
De bewijzen liggen hoog opgestapeld. In de andere Afrikaanse landen kunt u dat bewijs vinden. Suriname was een kolonie van Nederland. Bij de overdracht waren zij het rijkste land in de Caribische Zee. Nu zijn ze het armste land op Tahiti na. En wie gaat dat straks herstellen en betalen? U mag het antwoord zelf geven. En ook Mozes was een vreemdeling. Door het geloof heeft Mozes volwassen geworden, geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao's dochter. Maar hij heeft liever het volk Gods kwaad verdragen dan tijdelijk van de zonde te genieten. En hij heeft de smaad van Christus groter geacht dan de schatten van Egypte. Hebreeën 11 vers 24. Ons wacht een grote rijkdom. Daarom is de smaad van Christus belangrijk. Het is immers niet alleen onze redding. Het gaat om de naam van onze God, de koning van Israël. Ook de profeten waren vreemdelingen onder hun volk, opdat zij staan zijn gebleven voor de waarheid. Ook de Heer Jezus zelf was een vreemdeling. Hij kwam tot de zijnen die hem niet aannamen. Maar de zijnen die hem wel hebben aangenomen, die heeft hij weer aangesteld als zoon van God. Teruggebracht in hun koninklijke waardigheid. Maar hij zelf was een vreemdeling. Aan het kruis heeft zelfs zijn vader hem moeten verlaten. Om de vele zonden van het volk. Om het Godsplan te laten volvoeren. Halleluja. Wat een geweldige liefde heeft deze koning van Israël toch overgehad voor dat goddeloze volk die hem niet wilde aanvaarden als koning. Ook de discipelen waren vreemdelingen. Zij werden verjaagd en zij tenslotte gemarteld tot de dood toe. En zo zijn u en ik ook vreemdelingen. Vreemdelingen in onze eigen familie. In onze groepen en kerken zijn wij vreemdelingen. De scheuring loopt door de gehele lijn van familie, dorp, ja, zelfs in ons land. Als wij de boodschap van het koninkrijk van Israël verkondigen, het evangelie van het koninkrijk, het herstel van die 12 stammen van Israël, brengt verdeeldheid. Bedenk dat we in een tijd leven dat de wereld bezig is om uit elkaar te spatten. Maar Jezus heeft het voorzegd aan ons, die dat evangelie van het koninkrijk prediken. In Lucas 6 vers 22 tot 23 zegt hij, zalig zijt gij, wanneer de mensen u haten, en wanneer zij u uitstoten en smaden, en uw naam als slecht verwerpen, ter wille van de Zoon des Mensen. Verblijd u te 10 dagen en spring op van vreugde. Zie, uw loon is groot in de hemelen. Immers, op dezelfde wijze hebben hun vaders met de profeten gehandeld. En die profeten hebben voorzegd de ondergang, maar ook weer de opgang, het herstel van het volk van God. Israël zal weer het koninkrijk van God worden op deze aarde. Jezus kwam om zijn volk Israël te verlossen van hun zonde, zegt Matteüs 1 vers 21b. Het evangelie van het koninkrijk moet verkondigd worden, anders kan dat koninkrijk zich nooit herstellen. Hoeveel kinderen van God lopen rond dat ze niet weten dat ze erfgenaam zijn van het koningschap over Israël. Ons wordt een Jezus voorgesteld die alleen voor de individuele mens is gekomen, van welke ras maakt dan ook niet uit. Maar de schrift vertelt ons dat Jezus de Messias is van Israël, dat hij alleen Israëls koning is, dat hij alleen gekomen is om Israël te verlossen. Want zo hebben
hebben Maria en Zacharias geprofeteerd onder de tucht van de Heilige Geest en gezegd hebben dat God heeft omgekeken naar zijn eigen volk. Zijn volk die zich mogen noemen kinderen van de levende God, zoals het staat in Hosea 1 vers 10. O, God heeft zo dikwijls tot zijn kinderen geroepen. Hij noemt Efraïm zijn eerstgeboren zoon. En hij zegt, als ik aan hem denk, dan beroert het van binnen bij mij. En Efraïm weet niet dat zij Gods kinderen zijn. Zij waren toch immers weggezonden met een scheidbrief onder de volkeren. Ze waren toch geworden Loami. En niemand zoekt naar het volk, klaagt God. Geen herder kijkt er naar om, zegt God in Ezechiël 34. Daarom is het belangrijk dat we ons bewust zijn van ons vreemdelingschap en dat we daarin ook weten dat we mogen gaan tot die verloren schapen van het huis van Israël en hun mogen aanzeggen dat ze kunnen terugkeren, omdat Jezus zijn leven voor dat volk heeft gegeven. Daarom zijn we vreemdelingen en bijwoners in dat Babylonische stelsel waar wij niet in passen. Waar wij niet in thuis horen. Waar we ons van moeten ontdoen. Wij, kinderen van de levende God van Israël. De gezalfde wat in het begin van deze boodschap is verteld. Dat het koninkrijk aan Jezus wordt gegeven en aan zijn gezalfde. De christenen. O, wisten die christenen maar in Nederland dat zij behoorden tot dat uitverkoren volk van God. Tot dat verloren huis van Israël. U en ik zijn extra vreemdelingen. Omdat onder onze volksgenoten wij verdrukking moeten lijden. Vreemdelingen zijn meer dan welkom dan onze eigen ongeboren kinderen. Die bij honderden per dag worden gedood in ons land. Kinderen van de levende God van Israël worden in abortusklinieken op een afschuwelijke wijze gedood. Deze holocaust schreeuwt tegen de hemel om verlossing. Daarom zijn wij vreemdelingen. Maar het toneel verandert. Wanneer Gods koninkrijk komt en het bruiloftsmaal van het lam zal aanvangen, dan komt de koning en loopt door de zaal. En als er iemand is die geen koningskleed of bruiloftskleed aan heeft, wordt hij buitengeworpen in de buitenste duisternis. Luisteraars, laten wij ons nooit schamen door de getuigenis dat wij van Israël zijn. Zodat Jezus ook niet zal zeggen, ik schaam me nu voor jou. Laten we onze tijd niet verdoen. De tijd is te kort. Want daarna, nadat al deze gruwelijke die tot wasdom moet komen, dan komt de koning met het loon. Laten wij trouw blijven aan hem die ons het eeuwig leven, ja het koningschap heeft toebedeeld. Maar het moet zo zijn dat we kunnen zeggen, Vader, dank u voor zoveel voorrecht. We waren het niet waardig om uw zoon te zijn. Maar uw grote zoon Jezus Christus kocht ons vrij. Daarom kunnen wij nu belijden en zeggen tot u, Vader, dank u wel dat u onze identiteit aan ons heeft teruggegeven en dat we kunnen zeggen, wij zijn werkelijk de gezalfde, de christenen van het volk Israël. Glorie, Vader. Glorie Zoon en glorie Heilige Geest. Luisteraars, dat we die boodschap van het evangelie ons eigen mogen maken. Om waarlijk een getuige te zijn van de God van Israël. Want daarom heeft hij ons geroepen. Jesaja 43 vers 10 zegt dat wij als volk de getuigen moeten zijn van de God van Israël. In Handelingen 1 staat het ook weer dat wij getuigen moeten zijn van Jezus de Christus, Jezus de gezalfde, de koning van Israël. Jezus is niet de koning der kerk. Jezus is de koning
de gezalfde van Israël. Die geweldige boodschap staat vanaf Genesis tot het boek Openbaring. Johannes beschrijft het in het 5e hoofdstuk, het 1e vers. Een ieder die gelooft dat Jezus de gezalfde is, de gezalfde koning van Israël, is uit God geboren. En ieder die hem lief heeft, die deed geboren worden, heeft ook diegene lief die uit hem geboren is. Hieraan onderkennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden doen. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren en zijn geboden zijn niet zwaar. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Ons geloof. Wie is het die de wereld overwint? Dan wie gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Dit is Hij die gekomen is door water en bloed. Jezus Christus. Niet slechts met water, maar met water en met het bloed. En de Geest is het die getuigt. Omdat de Geest de waarheid is. Halleluja, want drie zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En deze drie zijn er die getuigen op aarde. De Geest en het water en het bloed. En de drie zijn tot één. Indien wij het getuigenis der mensen aannemen, het getuigenis van God is meer. Want dit is het getuigenis van God, dat Hij van zijn Zoon getuigd heeft. Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zich. Wie God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt. Omdat hij niet geloofd heeft in de getuigenis dat God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is het getuigenis. God heeft ons eeuwig leven gegeven. En het leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Jezus Christus is het woord, het levende woord van Genesis tot de Openbaring, waarin alles beschreven staat over zijn heilig volk Israël, wat op een afschuwelijke manier God heeft tot God heeft gezondigd door zijn mooie wet, zijn volmaakte wet te overtreden. En God moest het voor zijn aangezicht wegdoen, omdat het volk ontrouw was, omdat het zich afgaf met andere volken en goden. Dat zij zich gingen vermengen, wat een vloek was in de ogen van God. Maar God heeft het daar niet bij gelaten, want Hij heeft een belofte gegeven aan Abraham, Isaac en Jacob. Een eeuwige belofte zonder voorwaarden. Die Jezus Christus op het kruis van Golgotha heeft waargemaakt. Hij heeft de zonde van Israël uitgeboet tot in de fijnste finesses. Hij heeft op een afgruwelijke manier geleden om zijn volk, u en mij, vrij te kopen. Wat kunnen wij er tegenover stellen? Dat ons getuigenis van die levende God van Israël om te vertellen, Israël keer terug. En begin bij uw landgenoten. Begin bij uw eigen familie. Begin in uw eigen straat, dorp of stad. Om te vertellen dat Israël nog een God heeft. Mag de Heere van Israël u rijkelijk zegenen. Amen. Hemelse Vader, God van Israël, Heer, deze boodschap, Heer, is van u, vanuit uw woord, Heer. Wij hebben als Nederlands volk, en als Afrikaanse volk, Heer, hebben we uw weg verlaten en zijn gegaan op de weg van heidenen. O Heere, wij hebben zoveel kwaad bedreven. Wij vermoorden uw kinderen in de moederschoot. Wij aanbidden vreemde goden en laten tempels bouwen in onze landen. Heer, veel van uw kinderen, Heer, bedrijven occulte godsdiensten en aanbidden andere goden, Heer. Sterwichelaars, magnetiseurs, en noemt u al dat tuig maar op, Vader, die zij nalopen voor zogenaamde genezing, terwijl u de grote genezer bent. O God van Israël, vergeef ons. Dank u, Jezus, dat u ons verkocht hebt. Dat u ons gekocht hebt met uw dierbaar bloed. Dat u uw rug hebt laten kapot slaan, Heer, om ons de vrijheid te geven. Maak ons, Heer, weer een volk dat u lief krijgt. Zend een geest van verootmoediging over ons volk en over die Afrikaners, Vader.
zodat we berouw hebben terug zullen keren tot u. Zodat we kunnen zeggen, Vader, wij zijn thuisgekomen. En dat kan, Jezus, want u heeft ons vrijgekocht. Heer, haal die bedekking van die volkeren, zodat we onze identiteit weer zullen zien. Zodat ons eigen Nederlandse volk zullen zien dat we behoren tot die verloren schapen van het huis van Israël. Alleen u kent het, o Heilige Geest, de mensen overtuigen van zonden en gerechtigheid. Maar helpt u ons getuigen te zijn van de Messias van Israël. Vader, dit vraag ik in Jezus' naam. Red ons volk, Heer. Amen.